deze nieuwsuitzending. Die is voor het slapen gaan. Ik zal mijn stem laag houden. Ik denk van, oh, wat een saaie stem. Ik val in slaap. Ik heb net een hele mooie opname gemaakt met Marco. Een tijdsdocument. Maar nu is het woord aan mijzelf. En ik wil het hebben. Het moet eruit. Matteüs 5. Het eerste evangelie van het Nieuwe Testament. En daarvan hoofdstuk 5. Ditzelfde verhaal staat ook in het evangelie van Lucas. Daar weet ik niet veel van. Ja, ik ben ook maar de Hufter winkel. Ik ben ook nog slechtziend. Ja, begint hij. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Dat is Jezus dus. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Geweldige taal vind ik dit. Dit is de bergreden. Moet even bijkomen hoor. Ik heb gelezen tot en met hoeveel. Ja, tot aan de eerste 12. Ja. En dan gaat het over zout daarna. En why the fuck over zout, hè? Hou jij van zout?
Dus mijn zus. Ja, ik krijg even een slappe lach hoor. Maar die is dan zouteloos. Want dat is dan beter voor het lichaam. Ja. Ha. Zout heb je nodig, man. En je weet precies hoeveel zout je moet, hè? Een beetje meer. Oh, een beetje meer. Het gaat erom hier, hè, om het uit te leggen, wat ik ervan begrijp. Ik wil niet zeggen dat ik de fucking waarheid in pacht heb, maar... Dat is mijn interpretatie. Als je zegt, nou, als Perry is zo die interpretatie kan houden, dan ken ik er ook wel een. Dat vind ik allemaal best. Ik wil geen copyright bestaan. Dat is gewoon een oude hoer van mijn kant. En nee, ik ben niet dronken. En nee, ik ben niet staand. Niet belangrijk. Om je dat af te vragen. Ik heb dit voorbereid. Daar gaat het om. Want dit is het woord... van de Heer. Het woord van God. Het gaat erom dat die vlees geworden God, die klom op een berg. En toen hij ging zitten, toen kwamen mensen op hem af en die gingen bij hem zitten. Dus hij klom op een berg. In zijn eentje. Hij had niet van tevoren affiches opgehangen. Van oh, binnenkort ga ik een preek houden en moet je allemaal komen. Nee, homo. Hij liep in zijn eentje omhoog en hij ging zitten. En de rest kwam als volgelingen. Dat is een discipelen, dat is Grieks, dat is volgelingen. En die gingen ook zitten. En kennelijk had meneer zin om wat te zeggen. Nou, dan moet je even luisteren. Jij wil Christus, daar heb je het over, hè? Christus Jezus. Die deed het niet voor poen, zoals Matthijs van Nieuwkerken. Die vieze, vuile, pedo, neuker, toestandverdediger, clown. €100.000 per jaar. Het is een ander mens, snap je? Ja, ik probeer even een beetje een soort van Johannes de Doper uit te hangen. Keer terug en toon berouw. Ik wil het maar zo grof mogelijk zeggen. Ik heb het hier over fucking Matthäus 5. Nou, en hoe gaat het dan verder? Nou, dus meneer was met zijn reet boven op een berg gaan zitten. En al die volgelingen die kwamen om hem heen zitten. En die zeiden van, nou, wat heb je nou te vertellen, homo? Ik leg het even, ik vertaal het even. Hè? Dus de Bijbel even in straattaal. Hè? Dan vroegen ze, wat heb je nou te vertellen, homo? En Jezus zei, nou, dan gaat hij dan door. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende. Daar moet je het ook over hebben. Het openen van de mond. Het openen van de mond, dat doe je als je een lepel soep. Maar dan eet je. En ademhalen doe je door je neus. Dus als mensen dat omdraaien en die openen hun mond en die gaan ademhalen door hun mond, die krijgen schimmels. Je mag uitademen door de mond. Dat is... Dat mag, ja. Maar dan... Heb je de lippen vlak boven elkaar. En het mond openen...
om te spreken, dat is anders. Het gaat mij er geen fok om, even straattaal, hè. Het gaat mij geen fok om of dat die Christus Jezus, dat er echte geheime Filippies van zijn. Want in die tijd hadden ze ook al YouTube. Daar gaat het mij niet om. Maar dit is waar. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij, Christus, hen zeggende. Dus hij deed zijn mond open en hij sprak. Niet om te vreten. Niet om adem te halen. Hij sprak. Homo. Die ga ik een gewoonte van maken. Even de Bijbel bespreken in straattaal. Stel ik je lulloos. Jullie begrijpen er helemaal geen klote van. Je kijkt alleen maar naar GTA. En je speelt de NOS. Gewoon geen respect voor de jeugd. Hebben ze niet nodig. Want de jeugd hoort slimmer te zijn dan ik. Angstaanjagend idee voor de jeugd. Een belangrijk principe als je mensen wil beheersen, dan moet je ze angst aanjagen. Je wil zo angstaanjagend mogelijk overkomen. En ik ben een soldaat van God. Ga daar maar vanuit. Als ik het slecht gedaan heb, dan wil ik graag weten waarom. En ik wil weten, ik wil voor de rest niks weten. Desnoods, dat maakt mij niet uit. Oh, de rekening tussen mij en God is denk ik wel vereffend, hoor. Als God tegen mij gaat lopen kanker over mijn gedrag, dan zeg ik, ja, hey homo. Dat durf ik hoor tegen God. God bestaat toch niet, dus dat maakt het uit. Het is allemaal buiten het zijn. Hè. Gaan we lekker door met Christus Jezus. Ik vind het zo tof, hè. Dus... Ja, ik ben... Uiteindelijk ben ik gewoon in een vat met metafysica geflikkerd. Dat heeft God de klootzak ook nog veroorzaakt, denk ik. Shit, man. En dan zegt hij in vers 3. Dus God namens Jezus. Hè? Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Oh, 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 oh. Wat vind je daar nog van zo'n uitspraak? Waar slaat dat op? Ja. Ik heb het net helemaal voorgelezen. Maar nu vraag ik jou, ik heb uitgelegd van vers 2, van vers 1. Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. Dat is vers 1. Dus dat is duidelijk, heb ik nou uitgelegd. Jezus, de klootzak, is helemaal die berg opgelopen en als een wonder kwamen de mensen om hem heen zitten. Toen deed hij zijn mond open. Niet om te braken, niet om... Oh, dat was ik vergeten. Maar niet om te braken, niet om adem te halen, niet om te vreten, maar om te zeggen. Nou, en dan krijgen we hem. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ja, what the fuck is het koninkrijk der hemelen? Nou, ik behoor niet tot de armen van geest. Het
Dus mij is het koninkrijk der hemelen niet. Oh. Ja, dat kan niet. Want ik ben rijk van geest, want ik weet van dit woord. En wie zijn de armen van geest? En ik ga dat interpreteren naar mijn... mijn visie. Dus dan mag je niet je persoonlijke visie maken. Jij moet er zelf maar over nadenken. Ik vertel je nu hoe ik dit interpreteer. Meer niet. En ik zou zeggen, zalig zijn degenen die in Gods naam niet weten wat ze zouden moeten doen. De doellozen. Want die krijgen alles. Nee, die treden binnen. Ja, dan treed je binnen. Als je niet weet wat je doet. En geloof me, dat Bhagwan, Osho, voor de, ja, Bhagwan heette ooit Bhagwan. Hij heette die helemaal niet. Hij werd Bhagwan genoemd en daarna werd hij Osho. Heeft hij zichzelf genoemd Osho. Goeie leraar. En die pleegt plagiaten met dit geschrift. Pleegt de meneer Osho plagiaat. Behalve dat hij netjes vermeldde dat het ging om Jezus Christus. En hij zei, dus Osho, dat Christus Jezus gelijk heeft. Als je niet weet wat je moet doen, dat je arm van geest bent, ja, dan verval je tot een... het koninkrijk der hemelen. En dan weet je wat je moet doen. Mijn dochter die is dan bezig met de pedagogische hulpverlening. Psychologische shit. Die heeft overal verstand van. Nou, die is het koninkrijk der hemelen niet. Niet als een belediging naar mijn dochter, helemaal niet. Haar ding. En zij kan altijd zeggen van ja, ik kon er niks aan doen, want mijn moeder was een kuthoer. Mijn dochter is een soort Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Comment faire, ni le mal, tout ça me bien égal, non. Alleen mij een beetje geschiedenis. We hebben het over Matthäus 5, sukkel. Sukkelino, als je dat liever hebt. Tegenwoordig van die gender neutrality. Dus dan kan je niet alleen maar zeggen sukkel. Je kan je publiek niet zomaar uitschelden. Dan moet je ook zeggen sukkelino. Tegen al die transgenders.
vind ik ook hoor. Dus alle mannen met een penis, die heten sukkels van mijn woordenboek. En alle mannen die een penis hebben laten amputeren, die heten sukkelina's. Sukkelina's. Nee, die willen sukkelina's zijn. Maar iets van sukkels. Dus arm van geest zijn betekent dat je recht en inzicht. Fijn hè, de Bijbel. Ik krijg een inzicht. Het gaat over roofdieren en prooidieren. Je moet een prooidier worden. Maar dan een hele slimme. Je geest, dat je iets wil. En het beste wil je niet. Klinkt een beetje dubbelzinnig, maar je wil niet het beste voor jezelf. Daar gaat het jou niet om. Je wil alleen in leven blijven. Dat is jouw geest. Dat is alles. Osho legt dat anders uit, hè? Beter dan ik, waarschijnlijk. Of imponerender of zo. Er staat hier ook, vers 4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Klopt. Dat is logica. Als je niet treurt, dan kan je niet getroost worden. Ik heb zo'n film gekeken. Heel leuk. Dat is toch een Matthäus 5 de bespreking. Hè? Dan mag je er van alles bij sleuren. Immanuel Kant heeft gezegd, ik wil een metafysica gebaseerd op empirie. Kon hij niet verzinnen, maar dat moesten andere mensen dan maar doen. Homo van Immanuel Kant. En dat was dus zo'n film, zo'n Britse film met Michael Caine. Dat is best een goede acteur. Dat moet ik hem nageven, die speelt hartstikke goed. Goed geregisseerd, goed camerawerk. En die vermoordt zijn vrouw. En dan belt de politie. En zijn vrouw is dood en dan moet hij lachen. Ah, zoiets. Het treuren is, dat heb je. Heel vervelend. Echt nou. En als je iets verliest en je treurt niet, dan struikel je in je aanwezigheid. Je moet treuren om je verlies. Erg belangrijk. Je kan niet zomaar, dan kom je thuis en je piano is weg. En dan denk je, nou, mijn piano is weg. Nou, dat kan gebeuren. Nee, dan moet je om treuren. Dat jouw piano weg is. Ik pak maar,
ik probeer jullie te helpen om Matteüs 5 te begrijpen. En ik noem geen andere dingen. Je moet treuren. Rouw mag. Toegestaan. Rouw is een gevolg van hechting. En dat moet je toestaan. En dan treur je om het verlies. En je leert dat je niets te verliezen had. Nog een keer. Als je treurt, dan rouw je om een verlies. En er was niets dat je te verliezen had. En daarom moet je rouwen, treuren. Ik bespreek dit, hè? Ik geef even mijn tijd controleren. Ik wil het niet zo overbodig maken. Ik heb nog, ja precies, ik heb nog zoveel. Ik ga jullie vervelen met iets wat ik weet. Dat is dat komt uit het boeddhisme. En Jörg Liesman zegt, ja, al die boeddhisten die zijn verdacht. Ja, tot op zekere hoogte. Maar niet te ver, hè? Jörg Liesman, die zegt dan ook van ja, die boeddhisten, dat is van de Jezuïeten en dan die meuk. Ja, Boeddha was 300 jaar voor onze jaartelling. De Dhammapada is uit het jaar 0. Toen de Dhammapada opgesteld was, toen werd Christus geboren. Ongeveer, hè? Dus, en wat? Een Boeddha? Die heeft gezegd van die hechting. En dat klopt. Als je treurt, dan was je gehecht aan iets. En in de Bijbel staat dat degenen die treuren, die gehecht waren en die zijn iets kwijtgeraakt, die zullen vertroost worden. Dat is contra Boeddha. Ik laat even een pauze vallen. Een contradictie met Boeddha. En er is een mooie, weet je, een sura, of een, ik weet ook niet precies, een allegorie. Een verhaal ter voorbeeld. Gaat als volgt, het is boeddhisme.
We zijn bezig met Matthäus 5. Pakken we het boeddhisme erbij. Nou, in het boeddhisme heb je in het jaar 0 die Dhammapada gekregen. En dat is geen maf boek. Best wel aardig. Niet meer dan aardig. En aardig. Vriendelijk, bedoel ik naar mij. En in de Dhammapada staat geen gek ding. Daarna kreeg je dat die Jezuïeten, Marco, die wurgt mij als ik het weer ga beginnen over de katholieken. Wordt hij helemaal gek van. Maar die katholieken hebben dat overgenomen. En toen kreeg je een dispersie van boeddhisten en allerlei gekke soera's. En zo was er een dat er een boeddhistische monnik, ja, en die zat op een berg in een lullig hutje en die at wat rijst per dag. Die was zo mager. Als iets wat je niet wil vreten. Met een lendendoek. En dan komt zo'n ventje op hem afwandelen. En die zegt, wow, ik ben zo verdrietig. Want mijn kind is dood. Oh, en die monnik. Nou. Ik zou jou adviseren. Haal dat lijk op hè, van het kind. Neem het in je armen. En zeg tegen de dorpsgemeenschap. Dit lijk heb ik veroorzaakt. En schaam jezelf. Dat is boeddhisme. In de katholieke vorm. Anne. Het staat contrair op Matthäus 5, vers 4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is een andere boodschap die hier staat. Ik laat een pauze vallen. Dit is contrair boeddhisme. Tegenovergesteld boeddhisme. Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. En door wie de fok? Ga een beetje zelf nadenken. Homootje, in je straattaaltje. Maar door wie word jij vertroost als jij treurt? Hoe kan dat? Moet ik alle logica erbij sleuren? Sukkel. Hey, oh, sukkelino. Ja, natuurlijk man. Als jij treurt. Treur jij? Als je treurt, dan heb je geen eetlust meer. Je gaat het hooguit op een suiper zetten. Tabak roken. En je zult vertroost worden. Maar je moet wel treuren. Met je blote billen. Want waar treur je over? Als je treurt. Over wat? Over wat treur je? Over welk verlies? Als jij treurt, dan wil je kennelijk dat wat er vroeger was, dat zo altijd zou blijven. Maar ga dat een godverdomme zelf doen.
En dan, je mag treuren. Mag. Dan word je getroost. En dan ga jij het verlies waarover jij getreurd hebt, doen. En maakt niet uit wat het is. Je bent slechts alleen maar een kind van God. Helaas. Dan krijg je vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Ja, natuurlijk. Waarom denk je dat die New Age Gaia movement, die heet het over moeder aarde. En dan kan jij tegen mij zeggen, ja, maar de meeste moeders die ik ken, net als Perry Winkle die kent, dat zijn echt mean motherfucking bitches. I got 99 problems, but my mother ain't one. Ik wil het me even op straat al uitleggen. Ik zit al Matthäus 5 voor te lezen. Ja, bear with me, mofo. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Wat is beërven? Dit is opgeschreven, meer dan, dat is 2000 jaar geleden opgeschreven. Wat staat daar? Wat betekent beërven? Prottig in Vraas of zo? Is op zijn straat al gezegd, zalig zijn de aardige mensen, want van hun is de aarde. Dus als je aardig bent, dan is de aarde van jou. En dan moet je maar aardig zijn, hè. Als je aardig bent, dan is de aarde van jou. Dat is een mooi nummer van, weet je hoe heet het, dinges, van, volken, dan schiet me die, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Niet helemaal correct vertaald, maar. Vanuit dit dan, hè. Van de zachtmoedige is de wereld. En de wereld is van de zachtmoedige. En al die helikoptervliegers die ook hier over Arnhem gaan. Denk, oh, dan moeten we even oefenen, want anders komt Poetin eraan. Nou, van die lui, dat zijn kleuters. Die zijn niet zachtmoedig. Heb ik dit voldoende toegelicht? De zachtmoedigheid, dat betekent dat je een ander alles vergeeft. Dat je heel goed rekening houdt met het karma van de andere mensen. Dan ben je zachtmoedig. En dan krijg je de aarde. Dan ben je van de aarde. Dan ben je een beginsel van Adam.
Laten we het daar een keer over hebben. Dat vind ik wel leuk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Krijgen we vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Het is zo. Ik kan er niks aan doen. Het is zo. Want behalve gerechtigheid is er niks. In de zin van chaos. Kan je ook willen. Laten we er een puinhoop van maken. Kijken wat er van komt. Een slecht dogma. En de zachtmoedigen, die doen daar niet aan mee. Een zachtmoedig mens geeft aan een, ja, iedereen mag mee eten. Dat is wat God wil. Dat is de aarde. En de aarde heeft mensen nodig. Zonder mensen heb je geen aarde. Want waar wonen mensen behalve op een aarde? Leuk boeddhistisch raadsel. En gerechtigheid, dat is iets waar jij naar moet hongeren en dorsten. En gerechtigheid komt, is beloofd. Dat is cool, of niet? Is een belofte. Van de Heer. Neem het in acht. En momenteel is de samenleving niet. Niet echt. Gerechtig. Slaat allemaal nergens op. De secretaris-generaal van Justitie, die heeft volgens de Panorama in die dagen seks gehad tegen betaling met 14-jarige jongens. In of all places het Anne Frank Park. Ik honger en dorst naar gerechtigheid. Wat deed de secretaris-generaal van Justitie in het Anne Frank Park te Eindhoven? Ik honger en dorst naar gerechtigheid. En dan mag je mij vertellen dat het allemaal te maken had met een hetze, een opzetterij, een zwartmakerij tegen de secretaris-generaal van Justitie.
Vind ik ook best. Als jij dat denkt. En dan ben je een sukkel. Goed begrijpen, mijn lieve kinderen, tegen wie ik spreek. Jullie niet begrijpenden. Maar je moet hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Altijd. Elk moment. Ik laat een pauze vallen. Het moet echt. En dan moet je hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dan word je verzadigd. Het staat niet in de Bijbel. Ik zeg je. Dus ik, hè? Perry Winkel. Ik zeg je. Als het leven makkelijk was, dan had God het zelf wel gedaan, die klootzaak. Om je beeld te vercomplementeren. En nee, ik ben niet stand. Ik ben een man. Vrouwen hebben last van stoontheid, maar mannen niet. Hè? Mannen worden hooguit bang als ze stoont zijn, maar ik niet. Niet meer, moet ik zeggen. Vroeger wel. Maar toen was ik een mietje. Ik weet inmiddels dat ik niet in staat ben om vrouwen onder bedwang te houden. En dat je vrouwen onder bedwang moet houden. En aangezien ik dat niet kan. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar niet geschoten is altijd mis. Verder tot aan vers 12. Hè? Die gerechtigheid hebben we gehad met vers 6. Dan krijg je: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Ja, dat is een goede. Er staat ook in. Het Onze Vader. Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij de zonden van anderen vergeven. Nee, vergeef ons onze schulden. Dat staat er. Niet zonden. Of wel. Ja. Ik ben niet zo bijbelvast. Maar je moet barmhartig zijn. Het punt. Of je vindt het niet erg om dood te gaan. Met een mooie begrafenis. Dat kan je ook willen. Maar ik wil niet dood. Hè? Als ik naar boven kom. Wat mijn vermoeden is. Hè? Als ik boven kom. Zit ik onder de blauwe plekken. En ik zeg tegen God. Zeg ik tegen hem van. God verdomme mij. Als ik geen gelijk heb. Dat ik onmiddellijk terug moet.
Ik heb die lui nog een lesje te leren. Geef mij een tweede kans. God zal het wel weer beter weten, dat weet ik ook wel. Maar het is wel mijn wil, want ik hou van alle mensen. Ik ben vergevingsgezinder dan Jezus. Jezus was in die zin een mean mofo. Die heeft de boel mooi voor lul gezet. En dat wij zijn heen gaan van Jezus, zei hij ook nog van God vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een regelrechte belediging. Maar het is Jezus allemaal vergeven. En dan neem ik ook genoeg aan mij. Ik ga Matthäus 5 aan het voorlezen. Wat een mooi man. Ja, de barmhartigheid. Het is gewoon barmhartig. Vergevingsgezind. De Boeddha zegt dat ook. De originele Boeddha. Vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Jippie. Het zien van God. Heb je dat? Heb jij God gezien? Ja, ja of nee? Heb jij God gezien? Ja, dan was je niet rein van hart. Als je rein van hart bent, zie je God. En zijn schepping. Dan woon je niet meer op deze wereld. Maar dan verblijf je, of dan ben je, het koninkrijk der hemelen. Dan heb je ook geen zin meer in spullen en auto's. En ja, er zijn ook spullen. Huisdieren interesseert je geen. Ja, dan moet je sociale, justitieel, correct of zo, moet je zeggen, kutzooi en klotezooi. De contraire heet dat. Als je rein bent van hart, dan zie je God. Ik ken een vrouw en die had ruzie met haar zus. En ze hadden samen een bedrijf. Het hele bedrijf ging kapot. Vreemd mens. En niet rein van hart. Het was een leugenaar. Een grappenmaker.
Zo ken ik hem meer hoor. En die zien God niet. Dat kunnen ze niet. Ze hebben geen vermogen daartoe. Iets om te accepteren. Ik heb God gezien. En ik schrok mij kapot. Dat is een mooi gedicht. Ik zag God. Schrok me kapot. De enige die je moet vrezen. En die kan je alleen maar zien als je rein bent van hart. Ik moet doorrazen. Daar heb ik nog veel meer over te vertellen. Want over het hart en het brein. Daar kan je ook nog een uur over lullen. Maar je hart. Dat moet rein zijn. Dan krijg je vers 9. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Nu zou je zeggen genoemd worden. In de toekomst dus. De vreedzamen zijn de kinderen van God. Dat staat hier. Dan krijg je vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ga er maar even bij stilstaan. Ik ken een man en die heet Nelson. En die komt uit Chili. En die spreekt fatsoenlijk Nederlands. En zijn Spaans is beter dan dat van mij. Ik krijg een beetje Spaanse les van hem. Af en toe, als ik hem tegenkom. Hij is hier naartoe gevlucht. Zijn familie, hij werd vervolgd door Pinochet. Dat regime in Chili. Hij is een bijbelgelovende christen. Hij leeft, hij is een aanwezig iemand. Hij heeft niet veel kansen hier in Nederland. Die taal is een probleem. Hij is een kind van God. Hij is vervolgd. Dan krijg je vers 11. Zalig zijt gij
als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Zalig zijt gij om mijnentwil. Daar gaat het om. Dus je bent zalig om mijnentwil. Dat is Christus. Als jij belachelijk gemaakt wordt. En je wordt afgezeken. En je kent de klappen ook. En er wordt over je gelogen. Zalig ben je. Erg belangrijk. Dit goed te begrijpen. Mij is het ook gebeurd. Dat heeft mij geholpen. Ik kan bijna nog zeggen van, het is alweer iets van 10 jaar geleden dat ik beschuldigd werd van het verkrachten van een vrouw, terwijl ik dat niet had gedaan. Ja, er zijn wel weer andere mensen die over me lopen houden. Ik wil niet zeggen dat ik vriendjes ben met God, maar ik wil wel zeggen dat ik het liefste vriendje wil zijn met God. En dat met een IQ van 143 op mijn beste dagen. 150 of zo. Dan gaan we lekker door met vers 12 en dan stoppen we ermee, hoor. Want we zitten over het uur. Dit is echt geweldig. Dit is echt geweldig. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Shit, wat een hele shit. Ik heb nog 4 minuten. En dan vind ik het genoeg geweest, hoor. 4 minuten. Wat staat hier? Het gaat over die de mensen zonder doel. De armen van geest. Hè? Want als je dit begrijpt, dan ben je niet een moron. Dit kan je pas begrijpen als je boven de 13 bent. Dus dan ben je geen moron. Of moron. Het gaat niet over in die zin van morons. Er staat niet zalig zijn de debielen. Er staat zalig zijn de mensen zonder een plan in hun leven. Ik wil kampioen biljarten worden. Beter kan je dat niet willen. Oké, dan staat hij dan als vers 12 en dan ga ik afsluiten. Nog 3 minuten. Vers 12. Verblijd en verheugt u,
want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En zij, wie is zij? De Bijbel is zo'n leuk boek. Je mag elk woord bespreken. De profeten. Daniel was een profeet. Jesaja was een profeet. En nog wel wat meer. Hosea was een profeet. En die zijn vervolgd. Als je die profeten respecteert, het maakt niet uit dat je belandt in de goot. Denk je dat Hosea een rijke joker was? Waar lul je nou over? Straattaal, hè? Ik ben het aan het uitleggen. Maar Hosea was helemaal geen rijke joker. Sukkel. Homo. Wat moet je tegenwoordig zeggen om iemand, een jongeling, uit te schelden? Even op zijn Brabants. Dat is de grote papa. Ik ga mezelf nog verklaren. Perry de Antichrist. De enige papa op aarde. Dat is jullie zegen, man. Het gaat erom wat je hier doet, hè, dat jij denkt dat jij een mens bent, maar dat ben je helemaal niet. Volgens je eigen gedachten, jij bent alleen maar een zak moleculen. Meer niet. Je hebt een huid en af en toe, oh, dan moet er, dan ga je allemaal spul op smeren. Zo. En dat is het einde van je lichaam, hè, de smeer van het spul smeer erop. Toch? Nou dan. Dus jij bent niet meer dan een zak moleculen. That's it. En helaas voor jou ben jij in staat om naar deze uitzending te luisteren. Dan moet je nog gaan nadenken ook. Je kan wel sudoku's gaan doen in de trein. Ik train mijn brein. Ja, maar begrijp je mij? Je bent maar een zak moleculen. En waarom ben jij slechts een zak moleculen? Denk even na. Nou, en om u even nadenktijd te geven, want het is best wel ver, hè. Er was Matthäus 5 tot en met. Dat pak ik hem zo dadelijk weer op, ja? Dan ga ik je nog een keer helemaal de huid volschelden. De huid volschelden. Homo, truthola, wake up, een smelde whisky. En heel officieel zeg ik op z'n Amsterdams. Hey man, gozerd, doe je, tot de volgende keer. En op z'n Hamburgers, vanwege de multiculturaliteit hier in Nederland, zeg ik tjus. Und tag, lieberts.